ga niet een vierdejaars PABO-student begeleiden. Ik had dit op AliExpress besteld. Oh, dit is wat goud. Heb ik deze 4 gekocht. We zijn dus met rekenen hiermee bezig. En dan heb ik nog 863 voor de hele dag over. En ik ben zo blij, want ze was gewoon heel enthousiast en positief. Oh my god. Oh, no, don't. Dat je echt denkt, hoe kan je je dag zo snel laten verpesten? Zo gaaf. Ik weet niet wie mijn vader is, wel wie mijn moeder is. Dit is mijn neef. Hoi. En dit is mijn neef. Oh ja, in Amsterdam Noord. Dus nu ga ik naar Leidsplein met een potje. Goedemorgen allemaal, welkom bij een nieuwe weekvlog. Ik moest weer even wennen aan het vroeg opstaan. Ik moet gewoon echt even inkomen. Ik ga nu snel naar mijn werk. Ik heb even weer geen trui, maar dus dit shirt. Even in en dan dus met dit er overheen. Maar als het dan echt heel warm is of we hebben pauze en het is echt lekker weer, dan kan ik hem dus omslaan. Dan heb ik blote armen, zeg maar hier om mijn middel. Goedemorgen jongens, het is woensdag. Ik stap net in de auto, dat was mijn make-up. Dus ik had gisteren mijn make-up in de auto meegenomen omdat... Oh ja, gisteren was Ruben om 8 uur de auto nodig, dus ik moest even haasten. En toen dacht ik, mocht hij dan... Niet precies om 8 uur zijn, kan ik nog eventjes snel iets van mijn make-up fixen of zo, wat niet goed zat. Dus vanochtend dacht ik, oh please, zeg maar dat hij in de auto ligt. Het kon natuurlijk niet echt ergens anders, maar... Ah, ik was maar erg was, dus het zit heel futloos. Dus ik zet me nu even hier op te maken, maar weet je dat het eigenlijk wel heel chill is, omdat je hier veel sneller opmaakt. Dat is echt zo. Veel sneller dan thuis, chill. Dus ik ben aan zitten denken, zal ik me voortaan altijd op gaan maken in de auto? Plus de auto is nu vast een beetje aan het... ontdooien. Want ik raad het weg en dan dat ik even pas na een paar minuten echt heel goed zicht heb. Niet gevaarlijk of zo, weet je, dat is een beetje beslag is. Vanmiddag heb ik een stagiair van een middelbare school. Die 5 dagen stage komt lopen bij mij, superleuk. Heel onverwacht. Ik ga niet een vierdejaars PABO-student begeleiden, want ik ben zelf ook nog maar net er vanaf. Maar zo'n snuffelstage vind ik wel heel leuk. En dat zei ik net ook al. En ervoor hebben we bouwvergadering. Ik wil dus heel graag sporten. Maar ja, ik ben sowieso niet voor 4:30 klaar. Dus het wordt wel laat. En voor de bouwvergadering wil ik ook niet. Oké, nou jongens, ik ga nu weg. Doei! Goedemorgen jongens. Ik heb wat leuks aan. Ik ben benieuwd. Het is wel een gekke kleur. Maar ik was dus helemaal blij. Want dit is een jasje van Espresso. En hij is echt vet duur. Het is echt heel mooi. En ik heb hem bij de Weekamp besteld. Hij kwam gisteren binnen. En ik combineer hem dus zo... Eigenlijk wel ook met een zwart hemdje, maar ik kon niet vinden. Maar dit kan ook wel. En dan met deze schoenen. Ik zie er echt nooit meer leuk uit op mijn werk namelijk. Een soort scrunchie. Ik moet haar nog even doen, maar ik ga nu. Dus het is gewoon een zomertopje. Ik moet even zorgen dat hij niet erg afzakt. Het is erg lubberd. Maar het jasje is vet mooi. Hij was volgens mij echt een 70 euro korting of zo. Ik weet niet, volgens mij was hij alsnog 40 of iets. Maar ik vind hem echt super mooi. Hij kan ook net dicht. Maar ik vind het wel mooi om hem niet te oversized te nemen. En ik ga nu naar mijn werk. Ciao! Goedemorgen, lieve mensen. Oké, mijn pakket van de zonnebrillengroothandel is er. Ik ben zo benieuwd. Maar het is niet heel charming om ze nu te gaan passen. Kijk deze, jongens. Zo cool. Zien jullie dit? Nee. Hij wordt ook groen en zo, maar dat zien jullie volgens mij niet. Nu zie ik hem groen. Ja. Ik had dit op AliExpress besteld. Dat kan je dus op een putje plakken. Maar ik heb een vierkante put, dus het werkt al niet. Dan heb ik er 4 opgeplakt. En na 1 druppel water is het helemaal zwemt het eraf. Dus het slaat echt nergens op. En ook nog een vraag aan jullie. Ik heb dit dus. En elke keer als ik heb gewassen, zit er nog zo'n zakje in. Is je niet goed opgelost. Dus ik vroeg me af, hebben jullie dat ook met deze? En hebben jullie misschien tips voor zakjes die wel goed zijn? Want ik vind zakjes wel chill. Er waren trouwens die poriestrips van Normal. Ze zijn niet heel goed. Oh, hallo. Maar wel oké. Ik heb even nu lekker crème opgedaan. Maar doen jullie wel eens een poriestrip op je voorhoofd? Want het is echt een aanrader. Had ik deze al laten zien. Ik heb deze gisteren op Instastory laten zien. En iedereen werd enthousiast. Dit zijn echt hele dikke, niet heet dik, maar echt stevige hoodies. Ik heb er dus maar 1 van elke besteld. Ja, truien, toch risky, maar... Wauw, dit is echt geweldig. Dit is ook heel leuk in de zomer op een shortje in de avond of zo. En deze is er dus nu in zwart-wit. En deze rokjes ga ik binnenkort shooten, maar geen haast. En dat was het. Ja, ik ga nu even deze dingen een beetje ordenen en zo. Goedemorgen allemaal. Ik ben vandaag opgestaan 9:45. Dus ik ga even naar het WFC. Ga ik daarna even naar de IKEA, want ik wil nu al heel lang een nieuwe salontafel halen en een rollende bureaustoel.
heb ik dat ook weer gedaan. En dan ga ik niet boodschappen doen of iets anders. Ga ik daar dan gewoon weer naar huis. En dan ben ik echt wel rond een uurtje of drie weer thuis. Dus dat is helemaal prima. Ik heb deze weer aan. Ik hou trouwens echt bijna niks van Combo. Dus ik ben wel heel blij dat ik dit shirt heb. Ook omdat er nog maar eentje van is. En het is nu al 11 uur. Dus ik moet nu wel snel gaan. Dan heb ik 1,5 uur daar. Ik ga niet te veel kopen. Maar ik wil wel gewoon heel eventjes gaan. Okido. Het is 1:15. Ik ga nu weer weg. Ik heb me wel een beetje ingehouden. Maar ik heb ook wel weer een beetje niet ingehouden. Ik ging trouwens voor ik naar de IKEA ging even naar de kranten. Dat was mijn gedachte al bedoel ik. Daar ga ik nu even heen. Hier bij Sijsjesbergweg. Want Angela bij NH had zulke leuke glazen. En ik heb niet heel veel glazen. Express. Want als ik dan nog een keer iets heel leuks zie, kan ik het kopen. Hele leuke met zo'n goud randjes. Ik wil sowieso even hier kijken. Misschien ga ik ook wel gewoon even de woonexpress in. Dan kijk ik hier wel voor een bureaustoel of een tafel. Ik ga wel gewoon even. Het is wel relaxed toch? Mag wel. Ik ben even alleen bakker en ik zou voor zoiets kunnen gaan, weet je wel. Gewoon zoiets heel simpels. Oh, dit is met goud. Dat is wel cool, maar het staat denk ik niet in mijn huis. Of zoiets, dacht ik. Ik vind dit ook wel vet, maar ik weet niet of die donkere kleur hout mooi in mijn huis staat. En dit vind ik verder allemaal niet echt mooi. Ik vind dit ook heel leuk, maar ik vind deze kleur niet leuk. Te warm. Ja, ik neig wel naar die. Ik vind hem wel chic. Maar ik vind hem wel duur, 90 euro. Ik sta al in de rij om de IKEA parkeergarage in te komen. En boven was het ook nog drukker. Ik hoop maar dat ik een plekje kan vinden. Oh, mensen gaan helemaal hierin. Zelfs zo druk is het. Bestemming is links van je. Maar ik heb geen... Ja, ja, bedankt. Jongens, dit is zo absurd. Ik ga eruit. Dit ga ik echt niet doen. Dit is echt idioot. Het is niet normaal. Kijk dan. Niemand kan een plek vinden. Uit elke hoek komt een auto. Ik ga echt IKEA niet in. Dan maar weer geen bureaustoel en salontafel hoor. Dan ga ik wel lekker naar huis. Nog geen zin om naar huis te gaan, maar ik ga het wel doen. Ik kijk even de vlog van Floor dat ze ging shooten. Vet lief dat ze ook de goodiebag liet zien. Echt cute. Oké, ik heb de camera in de auto laten liggen. En ik heb zoveel geshout en het regent, dus ik ga niet terug. Dus ik film even met mijn ouwe. Dit is dus die camera die ik echt nieuw had gekocht, zeg maar. Omdat die ik nu heb, die had ik al. Dat is een nieuwe, zeg maar. Precies diezelfde had ik. Die ging stuk. Toen kocht ik deze, die beter hoort te zijn. Deze is echt best wel slecht en heel vaak wazig. Die heb ik maar gewoon gehouden, want het was te lui om iets aan te doen. Wat echt zonde is eigenlijk. Maar dat is nu wel mijn reserve. En nu heb ik weer die ik al had. Ik ga eventjes naar de zee. En dan ga ik jullie even alles laten zien. Dat is leuk. Okido. Eerst even de... dit. Lin had dit en toen ging ik het ook kopen. Die was echt heel lekker. Wel wat duurder, maar het is echt ook heel zwaar. Kwark. Maar ik vind het echt beter dan optimaal kwark. Volgens mij is het echt wel funner. Veel zwaarder ook. Ik kocht er eventjes deze. Had ik jullie verteld dat ik deze steeds niet kocht. Water koop ze het even aan. Omdat ik wilde wachten op een aanbieding. Kocht ik hem dus vorige week zondag volgens mij. En nu was het 1+1. Dus ik kocht er maar nog een en meteen weer even deze. Miss Baby Roll mascara. En mijn Rosebud zelf was net op. Echt een hele oude. Dus ik heb weer een nieuwe gekocht. En ze hadden er maar één. Dus dan combineerde ik het gewoon met een lippenbalsempje van 95 cent. Waardoor je mocht hem niet eentje voor de helft van de prijs. Oh, die is best chill. Nou, oh, lekker. Toch? Ik kocht. Deze was 1+1. Best wel duur. Was het 85 euro, nu 42. Deze twee, dit is volgens mij een nieuwe van de First Ease Line. Ze hebben een nieuwe erbij, die ga ik testen. Want ik heb gewoon echt extreem pluizig haar. En echt mijn favoriet. Dit is echt een van de weinige items in mijn routine dingen. Die ik weer en weer en weer en opnieuw koop. En die echt elke keer opgaat. Ik maak best wel weinig op, vind ik altijd. Want dan vaak test ik weer wat nieuws. Dit is onvervangbaar. Dit is zo goed. Dus heel blij dat ik die weer heb. Die paarse, die vorige gebruik ik dan voor ik ga stylen. En deze dus erna. Als het droog is. En ik was erbij. Bang de Bum. Was 2 voor 5 euro. Normaal is het 4,99. Dus ik kocht de kleinste en de ene kleinste maat. Want ik moet stokeren. Dat moet ik echt doen. En dan had ik bij Lin deze gezien. Heel mooi. Hij is 7,50 van de Hema. En ik vind het een hele mooie waterfles. Plus ze zei hij kan ook heel chill in de vaatwasser. Hij heeft niet een hele smalle opening. Dus dat is wel ideaal. Leuke shoplog. Dus ik heb deze gekocht. En dan zet ik gewoon een grote fles neer daar op mijn nieuwe salontafel binnenkort hopelijk. En dan kan ik gewoon de hele avond lekker drinken. Hier ben ik echt blij mee. Bij de kranten. Ik had trouwens bij de Maxis bij de Hema geld opgenomen. Dus daar had ik geen stress voor bij de Ethos om die dingen van net te kopen.
heb ik deze vier gekocht. Ik heb wel echt de meest ordy, want je had ook met rustiger printje. Maar ik wilde sowieso het gouden randje. En ik vond eigenlijk de kleinere modellen minder ordy en mooier. Maar ik gebruik eigenlijk altijd alleen de grootste glazen die ik heb. Dus dacht ik, ja, dat is zonde om klein te kopen. Dus ik heb deze. Vier dezelfde. Ze zijn 4 euro per stuk. Superleuk. Dus ik ga even neerzetten. Dus ik merk echt wel dat ik altijd dat er heel veel glazen echt steeds opstaan. Want ze in de vaat zitten. Dit is cute. Past er helemaal leuk bij. Hier moeten dus nog 3 bij en hier nog 2. En dat zijn dus mijn glazen. Kijk, dit is dus de hoodie. Zo is hij als je hem heel lang zou dragen. Je kunt als je echt klein bent en slank, kun je hem echt wel als sweaterdress dragen. Maar hij is, doordat hij een strakke band heeft van onder, echt op heel veel manieren leuk te dragen. Kijk, stel je draagt hem zo, dan zie je ook helemaal niet dat hij eigenlijk heel lang was. Nou, er zit pen op deze. Oh, hier bouw ik zo erg van. Die tegelijkertijd met mij kwam, kaapte 2 anderen weg. Dus dat was de allerlaatste. Dus deze kan ik niet verkopen. Dus ik heb er maar 2 van deze. Deze staat mij echt niet. Het moet echt groter bij je vallen. En je moet... Dit is bij mij echt heel lelijk, maar deze is zo leuk. Deze zou ik echt op floor moeten shooten, vind ik. Ik vind het echt een hele gave top. Maar hij past bij mij, maar ik vind hem leuker als hij wat oversized valt. Dat is grappig. Ik was echt verliefd, want dit zag echt zo leuk. Ik zei al dat de blush voor mij veel te klein is. Hij gaat wel aan hoor, maar hij is gewoon echt te klein. Wel lastig qua maatadvies, want ik weet het niet zo goed. Ik heb XL, XXL, dus dit is denk ik wel tot L haalbaar. Hij is ook een beetje stretchy, maar hij is leuk hè. Hij is echt super leuk en het stofje is zo fijn. Zo lekker zacht. Deze trui is echt alles wat ik ervan had verwacht. Zo leuk, precies wat ik hoopte gewoon. Echt perfect. Hier word je toch blij van. Dit wil toch iedereen hebben. Dit staat echt bij zoveel outfits leuk. Heel leuk. Is ook een leuk model met zo'n split. Die hoef je ook echt niet in je broek te doen dat die dan leuk is of zo. Heel blij mee. Kijk hoe mooi. Beautiful. Deze pas ik niet. Nou. Nou jongens, deze pas ik niet. Oh, stuur ik deze net naar Ines. Vergeet ik het op camera te laten zien. Maar deze stond me echt geweldig, deze body. Echt heel leuk. Goedemorgen allemaal, welkom bij een nieuwe weekvlog. Het is nu maandagochtend, 8:10 bijna. Ik heb trouwens een nieuw blouseje aan, want ik wist dus niet... Ik had geen zin om weer zo'n saaie kleren aan te doen, die ik al heel vaak aan heb gehad. Dus dan heb ik gewoon dit blouseje gepakt uit de doos van de Weekamp video die ik nog wil maken. Ik vond hem wel op zich best duur, want hij is 40 euro en ik vind hem er niet heel luxe uitzien. Maar ja, het is altijd leuk om er wat nieuws aan te hebben. Dan heb ik hem met deze schoenen. En... Ik ben nooit zo wakker in de ochtend. Mensen vroegen dus of ik weer zullen laten zien wat ik eet. Want ik ben altijd de ene keer laat ik het heel veel zien en dan weer helemaal niet. Ik doe dus mijn fitnesspel. Ik ben nu 3 kilo afgevallen. Dat is echt heel weinig. Maar echt heel veel van jullie zeggen dat ze het zien. Dus dat is wel heel erg leuk. En het blijft nu ook een beetje stabiel. Dat het niet steeds weer in 2 dagen ineens weer 3 kilo erbij is. Maar ja, het is nu wel bijna 2 maanden. Dus het is wel heel slow. Maar ja, ik heb helemaal niet het gevoel dat ik dieet of iets. Dus het is wel echt, dit is echt die hele leven vol te houden, zeg maar. Ik had even maar... Zou ik zeggen? Oh ja, ik durfde dus eigenlijk geen brood te eten. Altijd voelde ik daar dik van werd. Maar toen ging ik eens nadenken. En ik had elke ochtend havermout en dat was best wel wat calorieën. En ik had serieus na een uur weer trek van zo'n bak havermout. En toen ging ik eens nadenken van, hey, als ik met Ruup of met Ro of met iemand een broodje ging halen overdag. Gewoon een belegbroodje, zalm of zo. Zat ik zo lang vol. Dus toen ben ik vorige week begonnen... 1 werkdag en 2 weekenddagen geloof ik met gewoon brood te eten 's ochtends. Nu heb ik 2 van die hele kleine afbakbroodjes. Ik ga het zo even invoeren hoeveel dat dan is. Met 1 plakje kaas doe ik dan nu op 2 broodjes. Ik mocht van mezelf eerst een hele plak kaas op 1. Maar toen dacht ik, ja, beter bewaar je die calorie zeg maar als je nog iets anders wil eten. Met komkommer. En ik heb nu nog geen trek, maar dat probeer ik dan pas te eten in de kleine pauze. Maar soms ook eerder hoor. En dan, ik heb dat dus vrijdag voor het eerst gedaan. Toen had ik echt in de middag nog geen honger. Pas na werktijd. En... dan kan ik ook nog bijvoorbeeld roggebrood met kaas zelfs eten, 's middags, weer koolhydraten en zo. Maar dat helpt dus wel. Ik heb dus geen trek en dan blijf ik makkelijk binnen mijn calorieën. Ik wil voor de avond het liefst, als ik naar huis ga, wil ik het liefst nog 800 tot 900 calorieën over hebben. Zodat ik gewoon echt gewoon kan avondeten en eventueel nog iets anders kan eten. Weet je wel, een snackje of zo. Ik heb trouwens vandaag een MDO en dat is wel heel chill, want we hebben dat nu dus onder schooltijd. Dus dat scheelt heel erg na werktijd. Dus om 1 uur wordt mijn klas al een uurtje overgenomen en dan heb ik zeg maar zo'n gesprek met ouders en andere mensen erbij. Dus dat is wel
Heel erg fijn. Kijk, deze zijn dus van Albert Heijn. Ik weet even niet meer hoeveel calorieën, maar dat ga ik zo even opzoeken. En dan dus met één plakje van deze kaas. En jonge kaas is dus minder calorieën dan oude kaas. Terwijl ik het echt best wel heel erg lekker vind. En dan is dit die kwark. Die heb ik nu pas sinds kort. Die is echt zo goed. Oh, dat had ik in me gisteren verteld. Die is echt top. Hier heb ik nog roggebrood liggen en een komkommer, een appel en een mandarijn. Deze doelen had ik vrijdag al op het bord gezet. Maar ik wil eventjes, we hadden vrijdag een rekentoets. Dus ik wil vandaag even niet op de tablets werken, maar een werkblad met rekenen kiezen. Naar aanleiding van de rekentoets. De namen weg. We zijn dus met rekenen hiermee bezig. Dat vinden ze dus best heel erg lastig. Om op die manier zeg maar iets uit te rekenen. En ik heb van de week allemaal werk, want we werken dus heel veel op de tablet. Maar ik wil weer wat meer met werkbladen gaan doen. Dus ik wil, ik heb hier wat... verhalingsbladen en hier wat meer verrijkingsbladen. En ik wil ook schrijfbladen om nog extra te oefenen met de hoofdletters waar we mee bezig zijn. Ik wil echt proberen om wat meer te filmen in de klas, maar het blijft wel lastig. Dus ik ga even per kind een beetje kijken welk blad ik ga uitzoeken. Trouwens, ik heb wel mijn calorieën omhoog gegooid. Ik ben naar 1840 calorieën gegaan, omdat ik merkte dat... Ik weet niet of ik dat verteld had, maar het gaf me te veel stress. Ik had steeds gewoon echt... Dan deed ik zo mijn best en had ik gewoon niet genoeg voor het avondeten. En dan dacht ik ga wel kibbeling halen. Of zo, weet je, want het is minder calorieën, maar het vult niet. En ik wil juist gewoon normaal eten, dus ik ben nu met 1840 gaan proberen. Dus daardoor gaat het misschien nu ook wat minder hard. Maar misschien kan ik hier even aan wennen en daarna weer naar minder gaan. Maar als je nu kijkt... Ik wil trouwens heel graag sporten vandaag, dus ik hoop dat het gaat lukken. Want ik ben nu dus al een tijdje niet geweest, het lukte gewoon niet. Dan heb ik dus bolognebroodjes, kaas, sojamelk en komkommer. 464. En vroeger ging ik dus nooit alvast invoeren, maar nu dus wel. Als ik dan dus kwark 300 gram eet, is dat 180 calorieën en twee mandarijnen 54. En dan kan ik na werk nog twee roggebroodjes met een plak kaas eten. Want ik ga vaak gewoon te hongerig naar huis. En als ik dit doe niet, het liefst eet ik dat dan ook pas rond 3 uur, half 4 of 4 uur. En dan heb ik nog 863 voor de hele dag over. Nou, ik ben nu al goed bezig met beeldmateriaal voor mijn weekvlog, jongens. Oh jongens, dit is dus mijn hoofd na een gesprek van een uur. Dan zit ik er helemaal in en dan word ik helemaal rood. Zeg maar positief rood, omdat ik dan helemaal erin zit en dan krijg ik het dus warm. Nu ga ik pauze houden en dan heb ik weer een gesprek. Oké, ik heb net mijn gesprek gehad. Het was met de directrice trouwens. En we gingen het hebben over taken en nieuw iets heel leuks wat ik hier ga doen op school. Maar over een tijdje pas. Ik kan natuurlijk niks zeggen, want ja. Maar we hebben sowieso heel lekker gekletst en over gewoon gepraat over mij en zo en over mijn werk en alles. En ik ben zo blij, want ze was gewoon heel enthousiast en positief. En ik kan er natuurlijk niks over zeggen, maar... Ik wil even zeggen dat ik gewoon heel blij ben en echt met een heel fijn gevoel naar huis ga. Ik ben soms gewoon best wel een beetje onzeker in dingen en dat is helemaal nergens voor nodig. Blijkbaar dus, ik ben heel blij. Ik was een lange voicemail aan het luisteren en toen aan het antwoorden op iemand. En toen reed ik zonder dat ik het door had naar de Maxis waar ik gisteren ook was en volgens mij twee dagen daarvoor ook. Want ging ik weer boodschappen doen. Maar ik heb dus echt zin in pasta. En sinds kort eet ik dat dus weer. Want dat, had ik dat verteld had ik dat gewoon bijna niet meer. Ik heb net een haring gegeten, heel lekker. Dat ik dat bijna niet meer durfde te eten. Dat doe ik nu wel weer gewoon. Ik had mijn roggebrood trouwens niet gegeten met kaas. Dus ik heb best wel veel over voor de avond. Oh nee, ik heb nu net een haring op. Dan red ik het alsnog wel. Ik heb ui, knoflook, courgette, hele lekkere pasta saus en gewoon lekker beetje spaghetti. Jongens, het is niet normaal hoe blij ik word van thuiskomen met Bolly. Het is echt niet normaal. Ik verheug me zo op hem te zien. Hij maakt me zo blij. Oh, ik ben nog steeds zo blij met vandaag. Zo'n gesprek kan zo fijn zijn. Met elkaar praten is zo belangrijk. Het is echt los van dit hoor. In het leven. Oh, ik film trouwens heel slordig, maar dat ben je wel van me gewend. In het leven is het zo belangrijk om te praten met elkaar. Als je niet praat, dan ga je invullen. En dan vul je vaak dingen in die helemaal niet kloppen. Hi lieve zoon. Hallo jongens, ik ben nu uit mijn werk. Ietsjes eerder vandaag. Kon. Want Susanna had tijd om eventjes te shooten met mij. En aangezien het tot 6:30 ligt, dus hebben we nu dan 1,5 uur ongeveer om te shooten. Ik ben nu bij het station. En daar staat ze nu op mij te wachten. Zo leuk, want we zouden dus donderdag gaan shooten. Oh, langzaam. Kan ik? Maar het wordt verschrikkelijk weer. En dit is eigenlijk de enige dag nog van de week dat het kan. Dus toen dacht ik van, nou, ik kan wel rond 4:30 weg. En dan kunnen we het nu doen. Super chill. Waar is ze? Ik zie er niet. Huh? Oh. Zo leuk. Ik ben echt een aandachttrekker nu met mijn camera. Oh my god. Ik zeg dat tegen haar. Ik hoop maar dat je er goed uitziet. Wat is de make-up aan het doen? Hallo. Hé.
Hello. Hello. Oh, oh my god. It's so fun because I never see someone after work. And now I do. Okay, bye camera. Bye. We zijn nu dit jurkje aan het shooten. Dat is wel een heftig jurkje, maar wel echt leuk. Oké, okay, het is 7:30. We hebben echt tot 6:15 geshoot. En het was super leuk. Susanna is gewoon echt heel mooi en heeft zo'n fotogeniek hoofd als ze gewoon relaxed. Dus ik moest dus echt steeds zeggen van relax, relax, relax. En ze werden echt steeds beter. Het zijn hele mooie foto's. Daar ben ik echt heel blij mee. Maar nu, ik klep tegenwoordig. Nu moet ik dus echt al over 2,5 uur eigenlijk naar boven. Dus en ik moet nog orders maken en we gaan nu eten. Dus hey lieve bol. We hebben een, op dinsdag staat er altijd zo'n Chinese kraam hier. En ik had nog iets van 900 calorieën over. Dus we hebben zo'n wok gehaald. Maar volgens mij is dat helemaal niet zo heel slecht. Wacht even hoor. Bully baby. Hi liefje, mag je eindelijk los, schatje. We zijn zo aan het genieten. We hebben dus ook een lumpia. Maar als je dus, we hebben echt gerend. En heel erg omgekleed en frisse lucht. Echt wel 2 uur lang. En dan is het zo lekker om te eten. Mmm. Mm-hmm. Ik vind ook, ik wil echt steeds minder bestellen en afhalen. Maar ik vind het, als je dus echt maar echt hard hebt gewerkt of zo, je wil gewoon lekker met iemand op de bank ploffen. Dan geniet ik ook zo erg van dit soort eten. Dat is zo anders dan dat je thuis van je werk komt en eigenlijk zou moeten koken en dan maar wat gaat bestellen uit verveling. Ik vind dit echt, ik weet niet of je weet wat het verschil is, wat ik bedoel. Maar je zit te scrollen, wat wil ik? Vind ik zo anders dan dat je nu zegt, hé, laten we lekker Chinees gaan halen. Ja. Niet doen. Bully. Nee. Hij wil dus daarin. Ik ben de foto's op de site aan het zetten. Bully. Dus Susanne gaat nu wc-papier in het gat doen. But are you long? It's all enough. Bully. Ga weg. Hello. Oh. No, don't. You can't hold that thing. Oh. Yeah. Perfect. Yay. Oh, he's crying now. Look at his face. Oh, it's still loading. Ik ben de foto's erop aan het zetten, maar het duurt lang. I'm so curious what he's going to do now. Look, oh. Nu kan het niet meer. Perfect, see? Thanks. Deze vogel zit de hele avond bij Susanna. Ik vind het echt niet leuk. Waarom? Bully, ik ben hier, hè? Je hoort bij mij te zitten. Ik voel me verraden. Susanna, dat geluid, wat is dat? En dying. Bonnie lijkt ze niet. Goedemorgen allemaal, het is woensdag en ik wilde echt niet opstaan. Ik hoorde net een collega zeggen, ik wilde echt niet opstaan. Ik lag zo lekker, toen dacht ik, oh, dat had ik ook echt vandaag. Ik had zo lekker geslapen, omdat ik het natuurlijk ook wel nodig had om weer lekker te slapen. Dus ik had wel even willen blijven liggen, maar ik ben nu alweer lekker wakker. Een collega van mij is zo schattig, die heeft dit op mijn bureau gezet. Ze zegt, kan jij hier iets mee? Vet lief. Mijn bord van vandaag. Altijd wel weer goed als we het gevoelsgesprek erbij hebben. Want dan komen er toch weer vaak kinderen aan bod die graag even iets kwijt willen. En hier zijn we nu mee bezig. Dit vinden ze zo moeilijk. Dat je dus moet weten 35 plus 27. Dat je dus... Dan staat hier 45. Huh. Wat raar. Wat is dit nou? Ik snap mijn eigen berekening niet meer. Hè? Hè? Ik snap het niet meer. Wat raar. Nou, hier dus. De kleine versie hiervan is 15 min 9. Maar dan doe je dus eerst ga je terug naar 10 fout. Hoeveel moet je dan af? 5. Hoeveel moet je er nog afhalen? Nog 4. Dan is het 6. Maar dan moet je dus ook met dit soort sommen dat kunnen. 35 plus 27. Ga je dus eerst 35 plus 10. Dus hoeveel 10 fouten zitten er in 27? 2. Dus 2 sprongen van 10, 45, 55. Dan ga je dus, heb je nog de 7, ga je aanvullen tot de 10 fout. Moet je er dus hoeveel bij doen? 5. Dus dan split je die even in 5 en 2. En dan nog een keer 2. Maar dat vinden ze best wel lastig. Hey jongens,
Ik ga niet echt vloggen, maar ik wou toch even zeggen, ik had echt zo'n leuke dag op mijn werk. Ik merk sinds het gesprek maandag dat ik zo weer extra gemotiveerd ben om te werken. En dat ik echt gewoon de hele dag rond wil lopen in de klas met de kinderen bezig wil zijn. En gewoon echt thema's. En dat ik zo enthousiast ben voor alles. Omdat ik echt denk van, wow, ja, ik ben echt goed. Of zo. In wat ik doe. En ik vind het echt zo leuk. Dat je gewoon nog meer enthousiast wordt gemaakt. En dat je nog meer ideeën hebt om te doen. En ja, echt super leuk. Dus had ik net even iets heel vervelends. En daarom ben ik nu helemaal... Dat je echt denkt, hoe kan je dag zo snel laten verpesten door iets vervelends? En toen zei iemand tegen mij van, ga nu gewoon sporten wat je wilde doen. Want dat wilde ik dus doen, maar dat werd dus onderbroken. Ga nu lekker je hoofd leegmaken. Dus ik dacht echt van, kan ik nu wel sporten, maar ik ga het nu doen. Dus ik ga nu in mijn sportkleren hier, ga ik me omkleden. Ik ga lekker sporten. Ik vertel jullie zo wel of het een goede keuze was. Ik hoop het echt. Ja. Wauw. Echt niet leuk. Jongens, ik vind dit dus best wel interessant. Ik ben het nu al een paar keer aan het bekijken. Het stroomt dus niet over. Alleen hier is dus een klein straaltje. Maar aan deze kant stroomt het water dus niet over. Er komt niks over de rand heen. Omdat de druk dus waarschijnlijk hier wordt gelegd. Dat is toch bizar? Zien jullie dit? Ik vind het echt best wel interessant. Zie je het? Dat is toch gaaf? Hoe is het zeg maar precies te verklaren? Ik weet niet of er nu iemand gaat reageren die het weet. Ik vind het serieus vet. Want waarschijnlijk als ik het kraan nu... Nog steeds niet hier. Ja, want het is niet aan die kant zit natuurlijk. Maar ik vind het wel grappig. Want Bolly gaat er dan lekker op zitten, maar nu niet. Ik heb een shake gemaakt van sojamelk en aardbei. Want ik zag dat mijn aardbei echt nu al een beetje bruin werden. Het is mijn beeld somber. Het ziet er zo leuk uit in dit glas. Ja, op Insta zag het er beter uit. Hallo jongens, het is vandaag donderdag en het ging vandaag weer even niet zo goed wat betreft mijn vermoeidheid. Ik zal er niet te veel over zeggen, ik weet dat het ook vervelend wordt, maar ik baal wel, want het ging echt beter. Ik ging echt goed, echt een leuke week en door dat van gisteren ben ik gewoon helemaal weer gesloopt. Maar dat is gewoon ook echt iets heel irritants, heel vervelends en dat trek ik me gewoon heel erg aan. Ik heb vandaag mijn haar gewassen trouwens, dus daarom luister ik nu nog heel erg, heb ik niet gesteld. Vandaag wilde ik weer leuke dingen doen, maar ik heb het niet gedaan, dus... Trouwens, over dit shirt, hè. Ik krijg echt zeker 5 berichten per dag. Mailtjes, DM's, wat dan ook. Of dit shirt nog komt. En wauw, wat baal ik nu dat ik er jullie meer van heb gekocht. Want dit is nog meer een succes dan die bodies die ik toen had. Want hier had ik zoveel van kunnen verkopen. Niet normaal. Echt jammer. En ik heb nu eventjes mijn brievenbus leeggehaald. En ik heb een paar boodschapjes gehaald. Ik heb heel erg veel zin om weer pasta te maken. Met die tomatensaus met ricotta. Courgette, spinazie, ui en knoflook. Ik heb weer Yakult gehaald, want ik ga dus echt too much information maar zo goed naar de wc sinds ik brood eet en sinds ik Yakult drink. En ik weet niet welke van de twee het hem doet, maar ik weet dat hier ook echt suiker in zit, maar ik vond het gewoon heel fijn. Ik vind het echt lekker om het elke ochtend te nemen. Zaterdag ga ik met mijn ouders en mijn broertje naar Amsterdam, want mijn vader weet niet wie zijn vader is, dat heb ik wel eens verteld. En hij heeft nu zijn broer gevonden, wat echt geweldig is, zijn halfbroer, en die ga ik ontmoeten. En hij heeft trouwens ook zijn halfzus gevonden en die woont in New York, echt superleuk. Zo weten jullie dat vast. Dat wordt echt leuk. Ben ik weer. Ik had op Instagram... Jullie staan trouwens op mijn kaars. Het is eigenlijk net te laag. Op Instagram had ik dus gevraagd wat jullie van deze schoenen vonden. Ik vind ze echt heel tof, maar ze zijn wel echt duur. Echt €150 of zo. Maar ik koop nooit meer schoenen. En ik ben echt een sneakermeisje. Sneakermeisje. Dus ik vind wel dat ik het verdien. Waar ik trouwens heel erg van baal is... Oh, dat heb ik toen niet gedeeld. Ik had dus Leopard Vans besteld. Ik heb er heel lang over getwijfeld. Uiteindelijk heb ik ze gehaald, want ik vond ze helemaal geweldig. Maar ze staan niet leuk en ik heb ze dus nooit... Oh, deze staan heel leuk. Dit is echt mijn. Maar dat vind ik dus heel erg zonde. Maar ik heb het gewoon niet zo met fans. Maar denk ik, iedereen vindt die fans zo geweldig. Dus ik moet ze ook geweldig vinden. Want als echt de hele wereld ze geweldig vindt... Het model bedoel ik dan, hè. Dus niet de smaakkwestie, maar het staat mij gewoon niet. Dit is helemaal mij. Oké, dit vind ik heel erg vet. Maar ze moeten ook echt lekker zitten, vind ik. Dit is gaaf, jongens. Dit is zo gaaf. Dit is helemaal Charlotte. Wauw. Ik ben ook echt dol op witte sneakers. Wow, mijn voeten lijken er wel groter in of zo. Nee, ik vind ze echt geweldig. Zijn ze... Deze zitten wel echt top. Weet je, deze sluiten helemaal om mijn voet. Of ik nou wiebel, mijn voet blijft erin en hier slip ik er dus wel een beetje uit. En dat vind ik altijd... Heel vervelend, maar de maat is wel goed. Het is van Bronze.
Ja, ik ben echt verliefd hierop, joh. Ik weet ook zeker dat het... Ik kan dus nu niet zien hoe het staat. Ja, ik zie dat het dus heel leuk bij mezelf staat. Dat weet ik ook. Dit soort schoenen staan mij echt heel leuk. Ik ben helemaal verliefd, jongens. Ik had dus nog een paar schoenen besteld. Want ik heb echt eigenlijk heel weinig schoenen. Vroeger had ik wel veel schoenen. Had ik dat verteld dat die kapper die mijn haar een beetje had verpest? Die had dus rode fila schoenen aan. Ik hoor nooit zo heel vaak... Sorry, ik film altijd heel slordig. Ik hoor nooit zo vaak mensen over fila. Maar ik vind dit model van fila schoenen dus echt geweldig. Ik weet niet hoe het mij staat. Maar ik kan nooit echt fila schoenen heel erg veel vinden of zo. Volgens mij zijn ze niet heel hip, ik weet het niet. En deze zijn super heftig. Dus dit is wel iets waar je echt over na moet denken. Ga ik dit echt veel dragen? Maar ik ben helemaal verliefd. Ja, ze zijn echt veel te klein. Gaan we weer even op de koelkast. Ja, zo lijken ze echt heel... Ik heb echt een zieke kuitspier. Echt huge schoenen. Ik denk dat het andere me beter staat. Oh, zo vind ik het wel vet. Ergens slankt het wel altijd af, vind ik, als je zo'n enorme schoenen hebt. Ik vind ze wel gaaf. Ik vind ze vooral van zij heel tof. Ja, ik kijk, als ze niet duur waren, zou ik ze sowieso nemen. Ik vind ze heel leuk eigenlijk. Ik begin ze nu al steeds leuk te vinden. Ze zijn sowieso te klein, hoor. Het is toch super cool. Ik vind echt dat ik leukere schoenen nodig heb in mijn leven. Het maakt die outfit echt leuk. Ik denk dat ik deze sowieso hou, omdat ze gewoon ontzettend vet zijn. Ik heb ze ook echt nog nooit bij iemand gezien. En wat ik gewoon echt witte sneakers... Ik bedoel, hoe vaak draag ik deze? Echt niet normaal vaak. Oké, jongens, allemaal ligt een stukje boven. Dit is mijn avondeten. Best wel een lekker groot bord. 100 gram van die grote pasta. En dan wat ik zei dus. En nog heel lekker dit. En het is wel heel veel calorieën. Maar ik heb nog 50 gram pasta weggedaan. Omdat het te veel was. Het avondeten is nu 892 calorieën. Veel, hè? Helemaal ingevoerd. En ik ga even aan tafel eten en iets kijken. Oké, ik had een deel van mijn pasta weggedaan. Want het was net te veel. Oh, ik had nu zin in iets zoets. Dus ik nam een beetje Lindel's kwark. Nou, dit wat ik heb gekocht. Dat was nu 1 per 2 graden. Ik dacht dus dat het vet lekker was. Maar dit smaakt letterlijk naar karton. Het smaakt gewoon naar gemalen verpakking. Dit is zo raar. Heb je dit wel eens gegeten? Laat maar eten. Het is niet knapperig en het heeft geen smaak. Het is echt karton. Het smaakt echt naar karton. Goedemorgen. Oh nee, mijn batterij is leeg. Wow, ik zie er moe uit. Ik moet mijn haar nog even doen. Nee, nog steeds niet. Maakt niet uit. Ik ga echt een stuk hierachter hangen. Hebben ze dus tekeningen voor mij met Duo gemaakt, de kinderen. En nu zie ik een nieuwe tekening erbij van met Duo. En hij heeft er zelf bij geschreven, knappe kerel. Super grappig. Ik heb geen kaas meer voor op mijn brood, dus ik ga vandaag droog. Wow, ik heb echt een beetje veel make-up op, maar ik had het echt nodig. Ik heb de hele nacht lopen hoesten, heel raar. Een meisje in mijn klas is ook aan het hoesten, dus misschien daarom. Ik hoop dat het niet doorzet. Ik heb even gember mee. Ik moet dus droog brood met komkommer eten, want mijn kaas is blijkbaar overdaten. En ik ga even snel de doelen op het bord schrijven. En dan kan de laatste dag van de week weer beginnen. En vanmiddag heb ik een... Hey! Want ik wou dus net zeggen dat ik onder een bepaald gewicht ben, waar ik nog niet onder ben geweest. Dus ik snap niet wat deze hier doet. Vanmiddag heb ik een oudergesprekje kort en daarna hebben we een borrel weer een keer met het team gewoon beneden. Dus dat is wel gezellig. Okido. Ciao. Hallo jongens, de dag zit er weer op. Het is nu 4:15 en we gaan nu borrelen en ik ben vet moe, maar ik ga wel gezellig. En ik wou zeggen, ik vind deze outfit dus zo tof. Gewoon zo helemaal zwart. Dan wel, vind ik wel stoer op zich, dit off-black blouseje dan open overheen. En dan dus die schoenen. Dat was super grappig, want ik zei dus tegen de kinderen dat ze zo duur waren. Die schoenen zijn dus €160. Ik vind het echt belachelijk eigenlijk, maar ik gun het mezelf. Maar het zei ik de hele tijd, pas op, pas op. Nu is het helemaal stil. Moet ik niet ja, eerst naar een make-up tafel, hè? Ja, minstens. Even poederen. Maar ja, hele... Echt heel leuk. We hebben het er ook over dat we een nieuwe man voor mij moeten zoeken en zo. En dan komen ze echt met de raarste mannen. Het is echt heel grappig, maar goed. Auw. Zoals jullie misschien weten, ben ik op zoek naar mijn biologische vader. Ik ook. Precies. Onze biologische vader. Ja, maar ik was eerst. Ja, het is dus toen kom ik jou tegen. Ja, het is goed met je. Nee, jullie weten vast allemaal wie je vader is. Of je denkt dat je weet wie je vader is. Totdat je een DNA-test gaat doen. Exact. Want dat hebben wij dus gedaan. Ik heb mijn... toen ik 2 jaar was, ben ik door mijn moeder afgestaan. In een pleeggezin opgegroeid. En ik weet niet wie mijn vader is, wel wie mijn moeder is, die leeft ook nog. Mijn echte moeder. Zijn moeder leeft ook nog. Ja. En toen ben ik
toen ik ongeveer 15 was of zo, ben ik al gaan zoeken. Dat liep eigenlijk helemaal op niks uit. En tegenwoordig bestaan er DNA-sites. Dus ik heb mijn DNA op 3 verschillende of 4 verschillende websites gezet. En toen, toen kwam opeens, poef, een broertje. Kwam er een mailtje, 's ochtends van, je hebt een halfbroer. Ik zocht natuurlijk helemaal het leblazen. En dat was hij dus. En ik keek toen op die site en toen keek ik natuurlijk meteen van, oh god, als ik een halfbroer heb, dan weet ik ook meteen wie mijn vader is. Ja. Maar helaas pindakaas, want hij wist ook niet wie zijn vader was. Dus toen hadden we alle twee opeens geen vader. Hè? Nee, het enige wat we weten is dat Peter weet. Hij heet Peter en dat is het enige wat we weten. Ja. En voor de rest weten we helemaal niks. We weten ook dat hij gek was op vrouwen. Een kwetsbare vrouw was hij gek op. Maar wel mooie vrouwen, dat wel. Dat wel, ja. En, daar doen jullie er ook zo verschrikkelijk goed uitzien. Nou, natuurlijk. Ik weet niet of jullie vinden dat we elkaar lijken, maar we komen uit dezelfde vader, dus we moeten iets van elkaar gemeen hebben. We hebben wel wat gemeen. De lengte ook, hè? We hebben wel wat gemeen. Ja. Lengte, ja. Nee, korte. Ja, korte. Ja. Lang zijn we niet. Bijna dezelfde broekmaat. Ja, hij heeft iets grotere maat dan ik, zou je niet zeggen, maar hij heeft iets grotere maat dan ik. Toen kwamen we dus, hoe lang geleden was dat? 11 of 10, volgens mij. Oké, dus dat is heel kort geleden. Hoe lang moest ik in de oven? En toen, een paar weken geleden hadden we er opeens ook een halfzus bij. Angelique. En die gaan we van de zomer ontmoeten, die woont in New York. Dus, maar dat is Danny. En dat is mijn halfbroertje. Ik ben zijn halfbroertje, want ik ben jonger dan jij. Ja, en dat is Robin. En we hebben er nog een halfzus bij, een grote zus. 64. Dus ik hang er een beetje tussenin. Ik ben 55, hij is 59 en zij is 64. Leuk, hè? Ja. De man is al 10 jaar bezig met de vrouwen. En nu zijn we thuis bij Danny met zijn hele familie. Sam, Jim, ja. Happy en Charlotte. Moet je dit nog wat vertellen? Want stel dat ik heb best wel veel oudere kijkers ook, hè? Oké. Misschien weet je nooit of iemand iets weet of zo. Ja, wat is ouder, hè? Want... Nee, maar ik heb echt veel moeders, 40, 50. Wat ik van mijn vader weet, is dat hij zichzelf Peter noemde. Dat hij blond, donkerblond krullende haar, lichte ogen. Het schijnt een knappe kerel geweest te zijn. Mijn moeder heeft hem ontmoet in het Zuiderbad. Eén keer. Welk jaar was dat? 1958. Waar ligt dat, Zuiderbad? In Amsterdam, okay. Zuid. Oh ja. Naast het Rijksmuseum. Maar dat weten alle Amsterdammers. En dat was de enige keer. En, of hij in Amsterdam gewoond heeft, dat weet ik niet. Maar hij was er wel in Amsterdam. Waar hij precies vandaan komt, weet ik niet. Zijn achternaam weet ik niet. En dat is alles wat ik van hem weet. Wat ik van mijn Peter weet, hè, dezelfde Peter eigenlijk, is gek genoeg dat hij licht blond krullend haar had. En blauwe ogen zelfs. Het was een Joodse jongen. Ik weet niet of hij het zelf wist, maar het was wel zo. En hij heeft mijn moeder ontmoet in 1962 rond Kerstmis Oud en Nieuw. In de Lucky Star. Volgens mij kende hij er al, maar ze zijn uitgegaan daar. En daarna zijn ze naar de Marnixstraat gegaan, waar ik ben verwekt. En toen was mijn moeder zwanger. Naast het Lamartia. Maar ik denk ook, als je zo'n man hebt die zoveel vrouwen had, kan hij ook best ijdel zijn geweest als ze haar een keer hebben geverfd of geblondeerd. Ik had ook een jaar geleden blond haar. Of gebleekt of wat dan ook. Die oogkleur verandert niet. Ja. Het schijnt een mooie man te zijn geweest, zei mijn moeder. Maar goed. Bij jou ook toch? Dat beeld heb jij ook toch? Dat het een mooie man was? Of weet je niet? Nee, dat hoorde ik van Erik Zamizander. Het grappige was dat mijn vader, onze vader, had een hele goede vriend, een Indische man, die heette Erik Samusamu Norman. Erik Samusamu Norman, die woont al heel lang in Amerika, die is nu 94 of 93. En die kon heel goed dansen en die danste in de Lucky Star en in de Can Can. Gaf hij ook dansles en goed, dat dus. Maar ja, wie kende Peter dus die krullend haar had? Het zou wat zijn, hè? Er zijn toch veel mensen die kijken, hè? Ik vermoed dat die op ons leek ergens. Hij moet net zo knap zijn als wij. En je moet ook even vertellen wanneer Angelique gemaakt is en waar. Want, Angelique, waar die gemaakt is, dat weet ik niet. Moet dat een foto van Angelique in beeld hebben? Haar moeder heeft op dat moment in een bandstraat gewoond, volgens mij. Amsterdam Zuid. Ja, maar haar moeder die weet, heeft daar een of ander verhaal opgehangen en dat klopt helemaal niet. Want, dat klopt helemaal niet. Maar het is wel weer 5 jaar ervoor. Vijf jaar ervoor. Ja. Dus die Peter moet nu ongeveer
85 zijn. Ik denk dat hij tussen de 1930 en de 1940. Dit is Angelique. Geboren moet zijn. Eens kijken. Werknemers. Dat is Angelique. Ja. Die zit er ook even bij. Ik ben echt benieuwd. Nog meer info? Dit vind ik nog wel lang duur hoor. Nou ja, jij zei dat hij, had je gehoord dat hij glazenwasser was? Ja. Oh, ja. Dat zei hij. Ja. Mijn moeder zegt dat hij uit Wassenaar kwam en student was. Economie student, ja. Maar ik geloof er allemaal helemaal niks van. Er zit ook veel jaar tussen. Hij is misschien naar Spanje verhuisd. Naar Ibiza. Hij ging naar Ibiza, ja. Heel erg duurzaam bezig. Dat zou kunnen. En, wat best wel klopt bij het beeld wat ik van hem heb als persoon, moet ik zeggen. In die tijd. Ja, ja en hij viel mannen en ook vrouwen, hoorde ik. Biseksueel, hoor. Ja. Oh ja? Ben jij biseksueel? Ik ben transseksueel. Nee, dat knip ik eruit, want dan mag je geen grap over maken op YouTube. Dan krijg ik haters. Oké, haar is hip als je. Je moet, tegenwoordig is het hip dat je biseksueel bent. Ja. Maar voor hij was dus toen wel biseksueel. Hij was toen heel erg hip. Maar daar kunnen geen kinderen uit voort zijn gekomen. Uit een biseksuele vrouw? Een man en man. Een man en nee, man? Nee, maar waar het dan gaat is toen dat hij op allebei viel. Ja, maar dan hadden mannen geen kinderen. En als je dan daarna naar Ibiza gaat, dan was natuurlijk het vrije hippie. Ja. Nou, wat het grappige is dat ik denk is dat. Kijk, wij hebben een reden om op die DNA-site te gaan. Maar als Peter ooit getrouwd is geraakt. Kinderen heeft, hebben die geen enkele reden om hun DNA op een site te zetten. We kijken wie. We zijn niet op zoek naar familie. Nee. Dus ik denk dat er misschien kinderen zijn van onze leeftijd. Die niet weten, die wel weten dat hun vader Peter heet. Nou ja, dat hij vroeger vanuitgaan hield in de buurt van het Leidseplein, Lucky Star. En dat hij misschien dit ziet en zegt van hé, hey, wij lijken op die twee. Drie. Ja. Die kinderen zijn dan 55 of ietsje jonger. Ja, die zijn dan jonger dan wij. Misschien 55, 54. Ik moet zeggen dat ik denk dat leeftijd echt een heel belangrijk iets is in tijdens. Want jullie zijn best wel kort. We zijn niet zo lang. We zijn 1,73 meter. Ik ben 1,73 meter. Maar dat is best bijzonder. Heel veel mannen zijn langer. En jij bent 1,50 meter. 1,71 meter voor correctie. Hoe lang is Angelique? Zonder steun zo. Nog veel kleiner. 1,58. Dus ik denk dat Peter rond de 1,70 meter. Maar heel dominant in zijn gen is dat klein zijn. Een potje verf is niet uit. Ja, en ja, denk ik ook hoor. Krulhaar. Dat heb ik gehad. Had jij krullen? Ja, niet van mezelf. Je had krullen, ja. Ik had een golven haar. Maar ik had vroeger wel zwart haar tussendoor. Een soort van apart haar, ja. Maar welke kleur oog heb jij? Maar papa lijkt heel erg op zijn moeder. Dat is gewoon lastig in dit alles. Ja, maar ik heb een Nederlandse moeder die heeft ook grijs ogen. Dus. En als Peter ook grijs oog heeft, blauw. En is de kans dat je een andere kleur krijgt, is heel erg klein. Maar Robin lijkt erg op zijn moeder. Daarom is het zo moeilijk om te kijken, hij lijkt zo op zijn moeder. De tijdslijn van het jaar. Dus het kan zomaar zijn dat je totaal niet op je vader lijkt. Erik, die vriend van onze vader, die zei dat Olivier heel erg lijkt op, als twee druppels water op die Erik lijkt, op Peter lijkt. Raar, hè? Echt waar. Zo op je mama lijkt. Echt waar. Maar je lijkt zo op je moeder, hoe kan dat, hè? Bizar. Zit je me nou aan het beeld te drukken? Jullie zien ook jezelf niet meer. Want anders ga je net naar jezelf kijken. Ja, kijk, dat is beter. Ik zet het helemaal gewoon maar in beeld. Even kijken of elkaar lijken. Ik heb toch weinig vlogmateriaal deze week, dus het kan helemaal makkelijk in. Lach eens. Lach. Ja. Vooral als je groene tanden hebt. Wie end? Moet er nog wat bij? Is er nog iets dat jullie vergeten zijn? Nou, Olivier er even tussen zetten. Geen valse. Olivier, je moet even laten zien dat jij Peter bent. Make my day. Kom, je moet even. Nou, hier zijn dus. Dit is dus mijn nieuwe oom. Is het dan? Ja, half oom. Oom. Ja. Nee, oom. Oh, ja, begin maar. Maar gewoon u. Ja, hij telt wel. En dit zijn mijn nieuwe neven. Dit is dus mijn neef. Hoi. En dit is mijn neef. En mijn tante. Ze hebben een naam hoor. Ik heb een hele leuke nicht erbij gekregen. Een leuke neef. Hoe heet je neef? Neef 1? Jacob. Jacob. Jim, het begint met een J. En Sam. Nou, dat was het. En daar zit je moeder. Echt een sterren. Nee jongens, ik
ben nu. Was vergeten de vlog te openen, maar ik ben nu dus. Ja, bij de broer van papa die de dus heeft gevonden. En dus bij mijn neef en mijn tante. Deze kamer heeft een nachtmand. Heel gezellig. Kijk, jongens, zijn aan het eten. Wandeling, toch? Ja. Zo lekker. Oh ja, we hebben dus heel veel gewandeld. Die uren nog binnen met wil je nog een munt hebben. Ze hebben allemaal wat gemaakt. Zo anders. Ja. Het is allemaal groente uit de open, krieltjes, risotto, couscous salade. Zullen we een wandelingetje doen dan? We hebben 8000 stappen gezet. Lekker hè, groente. Ja, we hadden dus 8000 stappen gezet, echt heel chill. Onze vrienden uit Purmerend, ja. Dat de kinderen ook altijd meegingen. Van wie? Maar Olivier. Hallo. Olivier. Hoi. Olivier, vind je dat? Moet je nog even jezelf promoten voor een leuke date? Moet ik mezelf promoten voor een leuke date? En dat is super ongemakkelijk. Oké. Vertel even over het feest waar je naartoe gaat. Nou, dat hoeft niet hoor. Doei. Doei. Oké, jongens, we gaan dus uit. Superleuk. Dit is trouwens mijn outfit. Mijn nieuwe schoenen. En dus dit nieuwe blouseje. Die ik dus bij Ines had gezien. En ik heb mijn haar los. En daar is mijn oom. Oh, je oom? Kijk, het is echt een superleuk blouseje met sterren. Dus dit heb ik aan, wel chill. Dus wel lekker luchtig. Ja. Echt leuk, ik heb er zin in. Aangezien ik nooit uitga. Dus. En ik ga nu dus met Olivier en mijn ene neef. En dan daarna nog naar feestje met de andere neef. Van mij. Maar hoe heet het hier? Cannibal Royal. Cannibal Royal. Royal, in Amsterdam Noord. In Amsterdam, we zitten bij NDSM. We waren net bij iets anders. We waren net bij Plek. Oh ja, Plek. En nu we hebben dus nachos besteld. En ik zei, hoe leuk zou het zijn voor een serie om nachos te testen op verschillende plekken? Want dan ga ik ook nog eens meer uit wat ik wil doen. En dan test ik dat, want het valt een beetje op hoeveel plekken nachos gewoon echt zo tegenvallen. Deze zijn echt goed. Kijk hoe lekker. Oké, nu ga ik hem eten. Oké, jongens, ik geef jullie even een update. Het was echt heel erg leuk. Met mijn ene neef, Jim. Toen ging ik naar een feestje waar Sam was. Het feestje was echt super stom. Toen was ik ook Sam kwijt. Toen ging ik weer weg op het feestje. Toen heb ik voor niks geld betaald voor een paar minuten. Toen ging ik weer terug naar Olivier en Jim. Toen zei ik wil uit, maar niemand antwoordde. Toen had ik besloten dat ik maar gewoon mijn oude plan ging doen. En met Olivier naar Amstel ging en naar huis. En toen stuurde Lin dat ze wel uit wilde. Toen zei ik pak het pontje van 1 uur. Toen ging er geen pontje om 1 uur, pas om 1:30. En toen heb ik heel spontaan een Uber besteld voor 20 euro naar Leidseplein. Wat echt heel duur is, maar anders sta ik hier te verkleumen. En ben ik pas 1:30 op Leidseplein. Dus nu ga ik naar Leidseplein met een pontje. En ik ben hartstikke moe. Ik weet niet wat ik aan het doen ben. Maar goed, you only live once. Oké, jongens. Ben nu net thuis met de Uber. 2 keer een Uber genomen. Heel veel geld kwijt. Maar goed. Het was wel heel leuk. Maar toch... Beter dan dat ik morgen gewoon een weggegooide dag heb, vind ik het dan nooit waard of zo om het zo laat te maken. En ik heb dit keer wel drankjes gedronken. Dus voortaan liever 2 uur thuis en geen drankjes. Want ik weet nu dat ik dan morgen echt zo moe ga zijn. En dat vind ik gewoon zonde. Wat vinden jullie daarvan? Want ik ben echt een oma daarin hoor. Maar ja, ik wilde eigenlijk morgenochtend WFC. Dat kan al niet, weet je. Want voordat ik slaap is het 4:30. En WFC gaat om 1 uur dicht. Maar het was wel heel gezellig. Deze make-up zit er echt nu al zoveel uur op. Ik ga nu lekker slapen. Doei. Goedemorgen allemaal. Ik ben dus nu verrot, want iedereen dus is naar uitgegaan. Ik vind dat echt zonde van mijn dag. Dus hoe graag ik nu ook op de bank wil zitten en zielig wil zitten doen, ga ik het niet doen. Want ik heb gewoon te veel te doen. Dus ik vind het zo, ik snap het niet hoe mensen een hele dag gewoon niks kunnen doen omdat ze brak zijn. Ik vind het zo zonde. Dan ga ik liever gewoon lekker een dagje inplannen dat je gewoon chill voelt en dan lekker niks doen. Maar als je brak bent, ik vind het echt de zonde van mijn leven. Wie is er ook zo, want echt volgens mij heeft niemand dat. Maar goed, ik ben nu dus aan het opruimen. En het was wel heel gezellig gisteren. En nou, doei! Hallo, het is nu bijna 6 uur. Ik heb best wel een lekker dagje. Dat ga ik even vertellen. Ik ben best wel blij dat het... slecht weer is buiten. Want als het dus mooi weer is, heb ik altijd gevoel, ik moet de deur uit, ik moet iets doen. En nu accepteer ik wel dat ik gewoon niks hoef te doen. Maar ik ben echt lekker dingen aan het doen. Ik ging dus even lekker ontbijt maken, koffietje. Even de vaatwasser inruimen, nog wat spulletjes een beetje opruimen. En toen ging ik eventjes, film kijken. Onze jongens, echt heel leuk. Nou, toen dacht ik, oké, ik ga even water pakken. Ik heb nu al, dit is mijn tweede. Ik ben heel veel water aan het drinken, helpt heel goed. Ik voel me daardoor echt veel minder moe. Even water pakken en toen dacht ik, oké, die spullen die ik hier verzameld ga ik even naar boven brengen. Toen was ik boven dacht ik, oké, ik ga nu even een wasje draaien. En dan ging ik weer naar beneden verder kijken. Zo ging ik steeds ongeveer na 20 minuutjes weer eventjes wat doen en weer zitten.
Echt super chill. Even deze tafel schoongemaakt en zo, wat ik al de hele tijd wilde doen. Dat is echt een drama. En weer even naar boven, want ik heb altijd dat ik dus 's avonds boven kom. En dan staat er zoveel op me te wachten. Dus even mijn kleren opvouwen en toen weer naar beneden. En toen ik blablabla. En boven even het ene wasje erin en uithangen. En nu zit weer het andere wasje erin en uithangen. En zo ben ik steeds een beetje lekker bezig, dus dat is wel fijn. En nu ga ik dus deze podcast van Monica aanzetten. Oeh! En mijn HelloFresh box is net bezorgd. Dus dit ga ik nu heel chill aanzetten tijdens het koken. Dat is echt heerlijk. Dus ik ben wel blij met het dagje. Ik geniet er eigenlijk wel van. Lekker chill. Ik moet even nog stofzuigen zo. Ik heb echt... Elke keer zeg ik tegen mezelf, Charlotte, je moet gewoon... Yo, mijn hoofd. Je moet gewoon echt proberen elke dag te koken, want het is zo relaxed. Ik weet niet of het eten heel lekker is, want het is dus soep met schelvis rauw erin gegooid. Ik weet niet of het lekker is, maar goed. Wat wou ik zeggen? Kijken jullie ook... Ik mag even wat aan mijn haar doen. Nee, oké. Kijken jullie ook Monica's podcast? Dus ja, welke vind je tot nu toe het leukst? Ik vond die met Roxanne en Xelly echt het leukst. Omdat zij zo verschillend zijn. En ik vind Roxanne echt super leuk. Plus van Marcia en Jessie zie je natuurlijk al veel op social media. Weet je, die zijn al YouTuber. En Roxanne natuurlijk niet. Xelly wel, maar ook minder. Ik vind het echt heel leuk. Dit is nu mijn soep. Oké, jongens, het is alweer maandag, dus ik ga de weekvlog... Oh, weer wat ga je liggen. Ik ga de weekvlog afsluiten. Heel erg bedankt voor het kijken. Ik zou het heel erg leuk vinden als je duimpje omhoog deed en als je een leuke reactie achterliet. En ik zie jullie weer bij de volgende weekvlog.